Welkom iedereen bij een nieuwe Minecraft video. Vandaag heb ik 4 kijkers en Lotte 2 uur lang de tijd gegeven om iets te maken in Creative voor mij. En dit mag van alles zijn. Jullie vonden deel 1 zo leuk dat wij nu een deel 2 gaan doen. Met een klein extraatje natuurlijk. Want iedereen heeft niet 1 uur lang de tijd, maar 2 uur lang de tijd om iets te maken. En ze mogen gebruik maken van World Edit. Dit was echt super leuk om te doen, want iedereen was echt mega creatief. En ik weet zeker dat jullie gaan genieten van deze video. En mocht je ook een keer mee willen doen in een video, doe dan zeker dat duimpje omhoog op de video. En oh ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. Nu dat gezegd is, laten we meteen de video induiken. Zoals jullie kunnen zien zitten we nu allemaal in Minecraft Creative en heb ik 5 vakken voor dus 5 kijkers gemaakt. Zoals je hier ook kan zien. En jullie hebben allemaal 2 uur lang de tijd om iets te maken in Minecraft Creative met World Edit voor mij. En ik ben super enthousiast over wat jullie gaan maken, dus ik zou zeggen, oké, zijn jullie allemaal ready? Jazeker! Dan hebben jullie nu 2 uur lang de tijd om iets te maken voor mij in Creative. Ik zou zeggen, succes! Oké, de eerste 30 minuten zijn voorbij en ik ben heel benieuwd wat iedereen tot nu toe heeft gemaakt. En ik ga om de 30 minuten elke keer een rondleiding doen om te kijken wat ze tot nu toe hebben gebouwd. Dus laten we meteen deze kant op gaan, namelijk bij Fleur. En Fleur is bezig met een gigantisch eiland met wat bulten, oftewel wat bergen, met daaroverheen wat zand volgens mij. Even kijken, ja dat is allemaal zand op de bergen. Dus ik weet niet echt wat het tot nu toe gaat worden. Het lijkt een beetje op een eilandje, misschien een vliegend eiland met een waterval erachter of zo, dat er water uiteindelijk vanaf gaat vallen. Net een beetje wat ik daar heb, zeg maar. Tot nu toe ziet het er wel heel vet uit. Iedereen gebruikt dus nu ook World Edit. Of nou ja, niet iedereen, maar iedereen heeft toegang tot World Edit. Waardoor ze dus meer en grotere dingen kunnen bouwen en meer tegelijkertijd. Dus ik ben heel benieuwd wat Fleur gaat maken. Ze heeft natuurlijk ook gewoon 2 uur lang de tijd. En dit is nog maar binnen de eerste 30 minuten. En ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat maken. Tot nu toe kan ik er nog niet veel over vertellen. Dus laten we meteen doorgaan naar de buurman. Namelijk hebben we hier Ruben. En Ruben is een beetje bezig met een soort van weg of zo. Hier een tunnel of zo. Onderdoor, onder een autoweg. Ik zie hier namelijk, als je goed kijkt hierboven, een soort van weg liggen naast het water. En dan met een soort van mooie brug of een stijl van een brug. En ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat maken. Tot nu toe kan ik het nog niet echt zeggen, want hier hebben we gewoon een gigantisch blok met gras. En hier binnenin ziet het er wel heel vet uit. Een soort van ruimte. Misschien komt hier ook nog een weg te liggen. Ik heb tot nu toe echt geen idee, maar ik ben wel echt heel benieuwd wat hij gaat maken, uiteraard. Dus laten we meteen doorgaan naar de buurvrouw. Hier hebben we namelijk Lotte. En Lotte is bezig met een soort van sneeuwgebiedje, denk ik. Want dit soort standbeelden, of nou ja, standbeelden, het lijkt een beetje op zuurstokken. Alsof ze dat aan het maken is. En hier heb je een heel mooi kleurrijk pad. En ik denk haast wel, volgens mij ligt hier sneeuw dat ze heeft gebruikt. Dat denk ik tenminste. Maar het ziet er wel tot nu toe al heel vet uit wat Lotte heeft neergezet binnen 30 minuten. En ik vind die zuurstokken ook zo goed gelukt. Tenminste, ik ga ervan uit dat het zuurstokken zijn. Ik weet het niet zeker wat ze gaat maken. Maar het ziet er echt super leuk uit tot nu toe al. En ook ik ben heel benieuwd wat zij gaat maken. Want ze heeft natuurlijk gewoon 2 uur de tijd. En moet je nou kijken wat ze al heeft staan binnen 30 minuten. Al die zuurstokken. Hier een klein hutje of zo. Misschien wordt dat een iglo. Daar lijkt het een beetje op. En laten we meteen doorgaan naar de buurman. Hier is namelijk Dennis B. bezig. En ik zie hier natuurlijk... Huh? Hij heeft Lotte nagemaakt. Ik zie dat hij Lotte helemaal heeft nagemaakt volgens mij. Want kijk goed. Kijk naar deze skin. Hier zie je een beetje dat haar zo. En laten we nu even naar Lotte gaan. Want met Lotte neem ik natuurlijk superveel video's op. Voor de mensen die het weten. Lotte heeft zichzelf ingebouwd. Dus we moeten even kijken. Lotte, blijf even staan. Kijk. Dat lijkt aardig goed op deze skin. Alleen het haar lijkt een beetje anders. En hier zie ik een soort van eendenslofjes. En dat ben ik. De vorige keer heeft Dennis B. namelijk een standbeeld gemaakt van mijn skin. En heb je die video nog niet gezien? Het linkje daarvan staat in de beschrijving. Want ik zou zeggen, check die zeker. Want toen hebben ze ook iets mega vets gemaakt in 1 uur tijd. Dus niet in 2 uur tijd, maar in 1 uur tijd. En dat was zonder World Edit. En ik ben ook heel benieuwd wat Dennis B. gaat maken. Ook hij is pas een half uur bezig. En hij heeft nu al een hele skin te staan. En hij is al bezig met mijn skin volgens mij. Ik denk dat het natuurlijk weer mijn skin wordt. En ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Hij heeft natuurlijk 2 uur lang de tijd en een heel groot vak. Dus laten we meteen doorgaan naar de buurvrouw. Namelijk de laatste kandidaat. En dat is Joy. En Joy is hier bezig met een gigantisch vierkant van glas. En ik denk een beetje dat het een soort van aquarium gaat zijn. En dan in het midden een kleine tempel. Hier wat stenen allemaal. Natuurlijk heel veel zand wat ze heeft gebruikt hier. Dus ik denk dat dit een beetje een aquarium gaat worden. Ik heb geen idee, maar tot nu toe ziet het er wel heel vet uit wat ze al heeft. Ik weet niet waarom ze dit slopen, want het zag echt super vet uit. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Ook zij heeft nog 2 uur lang de tijd, of nou ja, 2 uur. Totaal heeft ze 2 uur lang de tijd om iets moois te maken voor mij in Creative. En ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Dus ik zie jullie over 30 minuten weer.
Oké, er zijn officieel 60 minuten voorbij, oftewel 1 uur is al voorbij. Dus laten we gaan kijken wat iedereen tot nu toe heeft gemaakt. Dus we beginnen natuurlijk bij Fleur. En Fleur heeft dus een eiland gebouwd. En net was alles van stenen en een beetje van zand te bergen. Maar nu ziet het er echt uit als een soort van Nether een beetje. Met al dit magma blocks en zo. En de Soul Sand, het ziet er echt super vet uit. Een beetje zo'n duivelse look heeft het een beetje, dit eiland. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik zie dat ze hier bezig is met een soort van, ja, wat is het? Een pilaar of zo? Een speciale pilaar met alleen maar blocks. Iron blocks en gold. Ik ben zo benieuwd wat dit gaat worden. Maar het ziet er wel heel vet uit. Vooral ook met mijn shaders aan. Dan zie je natuurlijk die kleuren veel beter. Laten we meteen doorgaan naar Ruben, oftewel Rukobe. En ik dacht een beetje dat hij bezig was met een weg. Maar ik zie hier nu namelijk ook water onderlopen. En dit lijkt een beetje alsof het een riool is, zeg maar, onder een autoweg. Dus een mega groot riool. En daar lijkt het op dat hier natuurlijk het water naar beneden loopt. En hier heb je dan al het water dat zo naar binnen gaat via de poorten en dat dan rechtstreeks, of nou ja, via de put, dat dan rechtstreeks in het riool loopt. Daar denk ik dat het een beetje op lijkt. En dan heb je hier een gigantische autoweg of iets. En hier, ik weet niet echt wat die gaan maken. Ik denk een mega huis en dan dadelijk hier denk ik ook. Dus een soort van straatje, denk ik. Aan een weg gelegen met een riool en wat water erbij. Mooi op het water. Dat denk ik dat het gaat worden. Ik zou zeggen, laten we het afwachten. Want ook hij heeft nog 1 uur lang de tijd om verder te bouwen. Laten we meteen doorgaan naar Lotte. En Lotte is dus denk ik bezig met een soort van Noordpool, dacht ik. Maar ik zie het nu heel anders. Ik zie namelijk een beetje een sneeuwbodem. En dan zien we hier allemaal kleurtjes met natuurlijk die gigantische zuurstokken. En dat vind ik wel echt. Maar ik zie ook allemaal andere dingen tussendoor. Dit lijkt namelijk heel erg op een Oreo. En hier zie ik bijvoorbeeld een lolly of iets. En hier kauwgomballen of ik weet niet echt wat dit is eigenlijk. Maar het lijkt een beetje op allemaal snoep of zo. Of chocola. En ik weet ook niet wat dit is. Misschien ook een chocoladekoekje of zo met vulling erin. En dan hier hebben we een soort van ijs. Een ijskoolbolletje met een kerst erop. En hier weer een lolly. En hier weer een koekje. Kijk dan. Dit is echt super vet. Dit ziet er echt heel vet uit. En ik ben ook eigenlijk heel benieuwd wat het gaat worden. En wat de gedachte hierachter is. Dus wat Lotte daadwerkelijk aan het maken is. Maar dat zien we pas over een uur. Dan weten we namelijk wat het is geworden. En wat het eindresultaat is. Dus laten we meteen doorgaan naar de buurman. Namelijk Dennis B. En Dennis B. is dus bezig met een vrouwelijke skin. Namelijk Lotte. Hij is Lotte aan het namaken. En namelijk mijn skin, zoals je kan zien. Ik bedoel, iedereen herkent deze skin wel. Ik zou zeggen, laat in de comments achter wat dit voor skin is en waar die op lijkt. Ik denk dat jullie het allemaal wel weten. In de vorige video had hij namelijk ook mijn skin gemaakt, maar heel anders. Een heel ander standbeeld, dat ik een soort van eiland boven me hield of iets. En nu maakt hij mij samen met Lotte hier in Minecraft. En ik vind het super vet uitzien. Volgens mij is trouwens Dennis B. ook de enige die geen world edit gebruikt. Dus die gewoon alles doet met de hand en zonder world edit. En dat vind ik best wel knap. Hij maakt een soort van hoedje. Dat ziet er best wel leuk uit. Maar deze skins zijn zo goed gelukt. En Lotte is natuurlijk degene waar ik altijd mee opneem. Oftewel mijn vriendin. Dus iedereen snapt dat wel. En deze skin is ook heel goed gelukt. Met een soort van kapje ervoor, weet je wel. Dat het beschermt tegen de zon. Ik vind het super vet eruit zien. Laten we meteen doorgaan naar Joy. Namelijk de laatste kandidaat. En ik dacht dat zij een beetje een aquarium aan het maken was. En ik ben er denk ik wel vrijwel zeker van dat dat zo gaat zijn. Hier hebben we namelijk een hoekje met allemaal steentjes. Allemaal gemengde soort steentjes. Natuurlijk in een mega grote bak van glas. Met allemaal zand en wat details hier. Hier zijn ook allemaal van die dingetjes die je zeg maar in een aquarium hebt staan. Dus allemaal van die monumentjes en zo. Hier is een soort van tempel in het midden van het aquarium. Met een beacon die naar boven licht straalt. Hier is allemaal standbeelden. En deze vind ik echt wel vet. Allemaal verschillende soorten standbeelden. Namelijk hier eentje die wat vast heeft. Deze heeft een bloempot vast. Ze hebben allemaal net iets anders. Deze heeft bijvoorbeeld een staf vast. Een toverstok met een lamp of zo. Dit is dan weer een hele andere die een beetje zit. Dit is... Is dit zo'n fakkel of iets? En dan hebben we hier opeens een zieke boot. Een klein bootje. Ik vind het zo vet eruit zien. En ik hoop ook dat er een beetje water in komt. Dat zou wel helemaal vet zijn. En visjes. En dat je zo zeg maar het aquarium kan zien. Maar ik ben dus heel benieuwd wat dit ook uiteindelijk gaat worden. Ze heeft nog 1 uur lang de tijd om te bouwen. Dus ik zie jullie over 30 minuten weer bij alweer de laatste rondleiding. Want dat is de laatste rondleiding voordat we uiteindelijk het eindresultaat gaan zien. Dus ik zie jullie over 30 minuten weer.
Oké, er zijn nu officieel 90 minuten voorbij en ik ben heel benieuwd wat iedereen tot nu toe heeft gemaakt. Dus laten we meteen een kijkje gaan nemen en we beginnen natuurlijk bij Fleur. En Fleur was dus bezig met een groot eiland en ik dacht een beetje een soort van duiveleiland waar het op lijkt. Een beetje een tweede versie van de vorige keer. De vorige keer had ze namelijk een Stairway to Heaven gemaakt. En ik denk dat dit misschien iets anders kan zijn, namelijk de duivelse kant met allemaal duivelse bergen. En hier zie ik een mega grote toren. Kijk, het moet zelfs nog inladen. Hier met een soort van kroon of zo bovenop. Echt een gigantische toren. En ze heeft nog 30 minuten de tijd om van alles toe te voegen. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we meteen doorgaan naar Ruben. En Ruben was volgens mij bezig met een soort van autoweg. Tenminste, dat dacht ik, met een soort van riool eronder. Het riool sowieso. Want hier zie je allemaal water met een soort van putten. Dat het water naar binnen gaat. En dit huis ziet er echt super vet uit. Hij is nu ook bezig met... Oh my god. Was dat nou een M van de McDonald's? Ik weet het niet. Hij haalt het nu weg. Maar het ziet er super vet uit. Kijk dit huis nou. Laat een beetje een kijkje binnenin nemen. We doen even zo. Kijk. En dan gaan we binnenin eventjes kijken hoe het eruit ziet. Tot nu toe best wel kaal. Hij heeft nog niet echt interieur tot nu toe toegevoegd. Dus laten we meteen weer naar buiten gaan. Want ik zie daar in de verte namelijk nog een huis. Dus laten we daar eventjes gaan kijken wat hij daar wel inrichtingen heeft. Een heel ander huis. Hij lijkt er wel op, maar toch weer net niet. Hele andere blokken weer gebruikt. Laten we even een kijkje nemen binnenin. En hier zie je dus helemaal niks. Hier is ook helemaal niks. Geen interieur. Dus laten we meteen doorgaan naar de volgende. En de volgende is namelijk Lotte. En Lotte is niet bezig met een iglo, wat ik dacht, of een sneeuwgebied. Ondanks dat ik allemaal zuurstokken zie, Lotte is echt, denk ik, bezig met een soort van snoepjeseiland. Met allemaal zuurstokken, een lolly, nog meer zuurstokken, nog een lolly. Hier heb je een mega koekje, helemaal leuk gemaakt. Met echt dat kleurrijke pad ertussen. Ik vind het echt heel vet. En natuurlijk de Oreo. Allemaal ijsbolletjes. Zo hebben we aardbei. Volgens mij is dit vanille en, of soft ijs. En dan hebben we hier chocoladeijs met allemaal kersen erbovenop. Het is echt zo goed gelukt. Echt niet normaal. Moet je nou kijken hoe dit eruit ziet. Alleen weet ik niet helemaal wat dit gaat zijn. Misschien een... Wacht, ik weet het wel. Een halve donut lijkt het op. Ja, het lijkt op een halve donut. Ik weet het niet zeker, maar het is echt super vet. Laten we meteen doorgaan. Ook zij heeft nog 30 minuten de tijd. En dan komen we aan bij Dennis B. En Dennis B. is dus bezig met mijn skin. Met een soort van hoed op. En Lotte met een soort van hoedje op. En dan staat Dennis B. hier. Dit is dus een eigen skin, zoals je kan zien. Daar vliegt hij. En dit is de skin. Dus hij maakt zichzelf. Hij maakt Lotte. Zoals je kan zien, dit is Lotte's skin. En natuurlijk het eentje, oftewel ik. Hij maakt mij ook na. Maar waar het een beetje op lijkt, we staan zo dicht bij elkaar. Ik heb een hoedje op. Lotte heeft zo'n bruidshoedje op. Misschien gaan we wel trouwen. Ik heb geen idee, maar het lijkt er een beetje op. Kan ook zo zijn dat het aan mij ligt, maar het lijkt er echt op. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen, wat Dennis B. aan het maken is. Laten we meteen doorgaan naar de laatste kandidaat. En wow, wat zie ik allemaal? Oh my god. Joy, dit is dus Joy. En Joy is dus bezig met een mega aquarium. En ze heeft allemaal water toegevoegd. Dus het staat helemaal vol met water. Ik zie allemaal dolfijntjes hier. Ik zie een armor setje. Allemaal licht hier. Allemaal stenen. Koraal. Wow, dit is vet. Kijk nou hoe vet het is. Allemaal vissen en bootjes hierboven. Natuurlijk de tempel. Allemaal koraal hier. Inktvissen. En kijk dit nou. Kijk hoe vet het eruit ziet. Ik wil even kijken bij de standbeelden. Hier hebben we namelijk allemaal monumentjes. En hier hebben we een boot. Een zinkende boot. Wow, en hier allemaal de standbeelden. Iemand met een zwaard. Wow, dit is echt heel vet gedaan van Joy. Ik ben heel benieuwd, want zometeen zien jullie namelijk het eindresultaat wat het is geworden. En dan gaan we overal nog een keer langs om te kijken wat dus iedereen heeft gemaakt in 2 uur tijd. Want wat ze tot nu toe hebben is allemaal een 1,5 uur tijd. Dus ik zie jullie zometeen voor de laatste keer bij het eindresultaat. Dus tot zometeen. Oké, de 2 uur
is officieel voorbij en iedereen moet momenteel stoppen met bouwen. Dus laten we meteen beginnen aan de rondleiding, het laatste shot, oftewel het eindresultaat. Jullie hebben het al gezien, maar laten we een kijkje gaan nemen. We beginnen namelijk bij Fleur. En Fleur heeft volgens mij een beetje een soort van duivels kasteel gemaakt of iets in die richting. Ik zie namelijk allemaal van die nether bricks, heel veel vuur, wat lava, wat magma blocks. En echt, moet je nou kijken, dit kasteel hier. Ik ben heel benieuwd. En dit is dus allemaal gemaakt door Fleur. En ik ben heel benieuwd wat het eindresultaat is. Dus Fleur, ik zou zeggen, zeg het maar. En Fleur zegt een duivelpoort. En ja, ik moet zeggen, daar lijkt het aardig op. Het is echt best wel creepy. En weet je wat, als jullie nu allemaal massaal op dat duimpje omhoog drukken, dan laat ik het van dag naar nacht maken. En dan kunnen jullie dat shot ook zien. Dus laten we dat allemaal doen in 3, 2, 1. En kijk eens aan, dit is het shot van de duivelspoort die dus Fleur heeft gemaakt. Heel creatief, echt waar. Echt enorm creatief. En moet je nou kijken hoe die eruit ziet. Dit is toch te bizar voor woorden. In 2 uur tijd met letterlijk World Edit in Creative. En ik vind het echt heel vet. Echt heel vet. De vorige keer had ze namelijk een soort van hemel gemaakt. Een Stairway to Heaven heet dat. En dat was echt een kasteel op de wolken. En nu wil ze een beetje het tegenovergestelde maken. En dat heeft ze echt gedaan. En het is goed gelukt. Ik zou zeggen, laten we meteen doorgaan naar de volgende kandidaat. Voor de volgende kandidaat hebben we namelijk Ruben. En Ruben heeft 2 uur gespendeerd aan dit mooie, prachtige weggetje aan het water natuurlijk. Met een riool eronder. Ik zie hier een boot, zoals je kan zien. Een soort van speedboot op het water. Hier zie je een mega grote autoweg. Met natuurlijk het riool hieronder. Met allemaal verschillende stenen die hij heeft gebruikt. Met allemaal mos erop. Allemaal voor een soort van lilypads. Een heel riool waar je dus doorheen komt. En dan kom je die hier weer uit. En dan komen we weer bovenaan. Met allemaal lantaarnpaals. En hier heeft hij 2 gigantische huizen neergezet. Met een mooi klein parkje, zoals je hier kan zien. Echt heel vet. Allemaal boompjes met allemaal details eromheen. En dat vind ik zo mooi hieraan. Al die details wat ze altijd denken van laten we dat nog even toevoegen. En dat doen ze. Ik ben heel benieuwd waar Ruben is. Kijk, dit is de bouwer van dit plot. Wilde Ruko B. En hij heeft een stadsweg gemaakt aan het water, zegt hij. Ik zou zeggen, Ruko B, laat me maar een rondleiding zien. Of geef me maar een rondleiding. Ik volg jou. Hij zegt ook, volg mij, ik geef je een rondleiding. Laten we dat maar meteen gaan doen. We gaan hier dus het eerste huis binnen en we doen de deurtjes netjes dicht. Allemaal boekenkasten hier. Een soort van geel, ja, vloerkleed natuurlijk. Wat perfect match met de skin die ik aan heb. Ik bedoel maar. Laten we de trap op gaan zoals hij al zelf doet. En dan hebben we hier de bovenverdieping met nog meer boekenkasten. Want hij weet dat ik van lezen houd. Hier heb ik natuurlijk mijn gele bedje, zoals het hoort. Echt heel mooi gemaakt. Dus ik zou zeggen, laten we meteen gaan. Hier hebben we namelijk een soort van winter wonderland. Maar ja, niet echt een winter. Winter Wonderland, maar echt een snoepjesfabriek. En Lotte is inderdaad dol op snoepjes. Maar moet je nou kijken, al die zuurstokken hier, allemaal snoep, lollies, koekjes, noem het maar op. Een Oreo zelf, volgens mij een halve donut. Allemaal ijs hier, ijsbolletjes. Ik zie slagroomijs. Ik zie, of nou ja, slagroomijs, softijs. Ik zie aardbeienijs en ik zie chocoladeijs. Ik zou zeggen, laten we meteen naar het begin van de ingang gaan. En dan kan Lotte ons vertellen wat ze heeft gemaakt. Dus hier hebben we Lotte voor ons. En ze heeft Candyland gemaakt. Nou Lotte, het is aardig goed gelukt, want ik vind dit echt een paradijs. En ik denk dat jullie het ook super vet vinden. Zo ja, doe dan zeker dat duimpje omhoog op de video. Want ik vind dit echt niet normaal. Moet je nou kijken hoe dit er allemaal uitziet. Een donut met allemaal spikkels en deze koekjes allemaal. En echt waar, dit is toch prachtig. Dit in 2 uur tijd gebouwd door Lotte. Echt bizar. Laten we meteen doorgaan naar de buurman, namelijk Dennis B. En ik zie al iets verleidelijks. Namelijk zijn eigen skin, mijn skin en natuurlijk Lotte skin, zoals je een beetje kan herkennen. Dit ben ik met een hoedje op. Dit is Lotte met ook een bruidshoedje op. Daar lijkt het op. En waarom ik zeg bruidshoedje? Ik dacht het zelf al. Maar moet je nou kijken. Dit is Dennis B. zelf, de maker van dit plot, zoals je hier kan zien. En ik zie hier toch echt, denk ik, 2 trouwringen. Ik denk dat Lotte en ik op het punt staan om te gaan trouwen in Minecraft. En ik vind het echt super vet gedaan door een kijker. En ik ga maar even voor hem staan en dan kijken wat het is. En hij zegt het zelf al. Jullie gaan trouwen. Echt waar, Dennis. Dit is echt te bizar voor woorden. En kijk nou hoe prachtig dit is. De vorige keer had hij ook een standbeeld gemaakt van enkel mij. Maar dit, echt waar, 3 standbeelden. Zijn eigen skin, mijn skin en Lotte's skin binnen 2 uur tijd. Dennis B, je hebt echt een prestatie neergezet. Want dit is echt bizar in 2 uur tijd. Laten we meteen doorgaan naar de laatste kandidaat. En ik draai me om in 3, 2, 1. En dan hebben we Joy met volgens mij een mega aquarium. Wat ik had verwacht. Dus laten we deze kant op gaan. Ik ben Joy zelf wel kwijt. Ik weet niet waar Joy
mooi is. Maar laten we meteen naar binnen gaan om even een kijkje te nemen. Want hier heb je natuurlijk allemaal visjes erin. Je hebt hier allemaal koraal, zoals je kan zien. Allemaal details, armor. En allemaal verschillende stenen die ze heeft gebruikt. Super vet gedaan met al dat koraal, vind ik ook. En al die lanterns voor het extra licht. Allemaal bomen onder water toegevoegd. Dat is wel bizar. Maar het lijkt een beetje op Atlantis. Wat iedereen wel kent. De stad die dus verdwenen is onder het water. En daar lijkt het op. En het is echt zo vet. Allemaal dolfijnen zie ik hier. Even kijken waar Joy is. Of we Joy kunnen vinden. Laten we maar snel gaan vragen aan Joy. Dit is dus de bouwer van dit aquarium. En Joy zegt het zelf al. En moet je nou kijken aan de details die ze zelf ook heeft. Ze heeft een... Oh my god. Kijk wat ze vast heeft. Het matcht gewoon perfect. En dit is dus zoals ze zelf al zei Atlantis. En ik had het dus goed. En ik vind het echt prachtig. Ik vind het echt prachtig. En normaal gesproken zou ik dus een winnaar moeten kiezen. En dat had ik ook in de vorige video gezegd. Maar moet je nou eens weer kijken. Maak maar eens een keuze uit al deze mooie plots die ze hebben neergezet. Van Fleur natuurlijk. Van Ruben, oftewel Ruko B. Van Lotte natuurlijk met Candyland. Dennis B. met de trouwerij van Lotte en ik natuurlijk in Minecraft. En dan hebben we Joy met het aquarium. Echt super vet. Ik weet niet wie de winnaar is. Ik kan het helaas niet bepalen, want ik vind ze echt super vet. En daarom heb ik jullie hulp nodig. Dus laat in de comments achter welk plot jij het mooiste vond. Is dat die van Ruben? Is dat die van Fleur? Is dat die van Lotte? Is dat die van Dennis B? Of is dat die van Joy? Jullie mogen stemmen in de comments hier beneden. En degene met de meeste stemmen, die wint. Vond je dit een leuke video? Doe dan zeker dat duimpje omhoog op deze video. En dan check ik jullie bij de volgende video weer later.